Suriname moet heel serieus kijken naar maatregelen die getroffen moeten worden om grote natuurrampen te voorkomen. Die uitdaging ligt niet alleen op het bord van de overheid, maar is ook voor andere maatschappelijke groepen. Dit kwam gisteren naar voren tijdens een speciale workshop over rampenbestrijding die is georganiseerd door de Nationale Assemblée. Het parlement heeft hierover eerder al 2 sessies gehouden. Het doel van de workshop was om de bewustwording bij parlementariërs en overheidsstructuren op het gebied van rampenbestrijding te vergroten. DNA-voorzitter Jennifer Simons legde de vinger op de zere plek. Ze gaf aan dat Suriname zeer kwetsbaar is als het gaat om natuurrampen. Ik weet niet of iedereen zich ervan bewust is in het land dat Suriname een van de landen is die in elk geval wat betreft de klimaatcrisis heel grote risico's loopt. Ons land is echt een van de eerste 10, afhankelijk van uit welke hoek je het bekijkt, zijn we misschien 5 of 9, maar dat maakt niet uit. Het betekent dat we zeer kwetsbaar zijn en in deze eeuw en nu al, het komt niet echt over 20 of 30 jaar, we zijn constant lopen we risico, omdat 75% tot 80% van al onze activiteiten, economische, zowel menselijke activiteiten, onze mensen wonen in de kustvlakte, onze activiteiten spelen zich af in de kustvlakte voor een heel groot deel. En die kustvlakte van ons is niet veel, echt veel boven de zeespiegel en is kwetsbaar voor zaken vanuit de zee. Daarnaast weten we dat we niet alleen op water moeten rekenen in deze eeuw wat natuurrampen betreft, maar dat ook zaken als hittegolven en droogte en dat soort zaken ons te wachten kunnen staan. Dus wat de natuurrampen betreft is Suriname erg kwetsbaar. Vice-president Ashwinadin zei dat de klimatologische omstandigheden wereldwijd aan verandering onderhevig zijn. Hij vindt het daarom belangrijk dat mensen zodanig leven dat de natuur niet verstoord wordt. Het zou bijna nostalgie lijken als we zouden denken dat Suriname ooit zo'n veilig en rustig land zou blijven. Ooit zei een maatschappijleraar tegen mij van de AMS, van overal waar de mens gaat, zit hij te verstoren. Want als het aan de natuur lag, was het altijd wel evenwichtig. Het laat u wel denken aan de butterfly effect, van wat we allemaal creëren op één plek en als consequenties de andere plek mogen ervaren. Kennelijk is het ook zo dat als de natuur zich reageert en we het als een ramp zien, is het een rampzalig voor ons. Maar niet voor de natuur die zichzelf weer in balans brengt. Wij zijn als samenleving, moeten dus onze samenleving inrichten om onze coexistentie met die natuur natuurlijk te waarborgen. En we hebben het prerogatief van ratio om dat te doen voor onszelf. Ik zie alle mensen met ratio, met de deskundigheid hier. Ik hoop dat voor onze samenleving een inrichting dusdanig kan geschieden dat we in de toekomst inderdaad ons in die coexistentie met die natuur, niet als ageren tegen de natuur, coexistentie iets kunnen inrichten dat bevorderlijk kan zijn voor beide. Vice-president Ashwinadin gisteren bij de workshop over rampenbestrijding. De sessie is georganiseerd door de Nationale Assemblée.